zag het zonnetje net ook en dan gaat zij wandelen. En dan zou ik zo graag mee willen, maar dat red ik niet. Nee. En dan komt het restaurant met een oplossing. We gaan een soort van taxiservice regelen. Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik wel. Ik vind het een hele lieve man. Gaat het? Ja, nou, net wat je zegt. Gaat. Het gaat. Het gaat. Iedere zondag, gewoon een beetje de klok wel om gelijk zetten. Dan kwamen ze met z'n tweeën aan, lekker een wandelingetje aan maken. En dan gingen ze bij ons op het terras zitten. Wat mag het zijn? Spaarribs met knoflooksaus en biscuitsaus. En voor u ook, mevrouw? Ik ook. Ja? We gaan allebei voor hetzelfde vandaag. Ja, dat doen we altijd. En geef een lid. Ja, ik zag ze helemaal niet meer. Alleen, ik doe dit restaurant samen met mijn zoon. En ik zit tegen hem, ik zeg, zullen we misschien iets fout gedaan hebben of zo? Ik zeg, want mensen die zien we eigenlijk nooit meer. Nou, en af vorige week woensdag kwam een van de dames me vervragen of het misschien wel op zondag open was. Ik zeg, ja, natuurlijk zijn wij op zondag. Ik zeg, maar je gaat me eerst even wat anders vragen. Ik zeg, vertellen. Ik zeg, ik zie je helemaal niet meer op zondag. Wat is er aan de hand? Nou, toen vertelde ze het verhaal. De mevrouw last had van de heup en zodat ze eigenlijk niet kon lopen. Dus ik heb aangeboden om iedere zondag de dames op te komen halen. Is het leuk om weer terug te zijn hier? Ja, natuurlijk. Dat is onze, Ja, dat is ons uitje. En voorlopig weer iedere zondag. Ja hoor, zeker.